Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Lig je op je yogamat en sluit je je ogen. En haal dan eens even diep adem. In en door je mond weer uit. Om alle eventuele spanning los te laten. In door de neus. En uit door de mond. In door de neus. Tot die helemaal tot je tenen en kruin raakt. En dan uit. Laat alles maar los. En ga dan met je aandacht naar je voeten. De onderkant van je voeten. Je voetzolen. En ga dan met je aandacht naar het puntje van je grote teen. En met je aandacht naar je voetwreven en je hele voeten, je hielen en enkels. En laat dan alle eventuele spanning zo via de hielen de grond inzakken. Ga dan met je aandacht naar je kuiten en je schenen, knieholtes en knieën. En laat dan alle eventuele spanning die daar zit via de achterkant de grond inzakken. Ga dan met je aandacht naar de dijen. Sterkste deel van je lijf. En kijk eens of je daar alle spanning los kan laten. Je spieren ontspannen zich. En ga je met je aandacht naar je zitvlak en je onderbuik, je bekkenbodem. En daar zit altijd heel veel spanning van onze eigen zorgen. En kijk eens of je daar naartoe kan ademen. En bij de uitademing alle spanning de grond in laat zakken. En ga dan met je aandacht naar je hele rug. En laat alle spieren die spanning vasthouden daar los. En laat het allemaal vanaf de achterkant de grond inzakken. En ontspan dan je ribbenkast en je borstbeen. Laat je schouders ontspannen. En adem even naar die schouders toe. En laat ook vanaf hier bij de uitademing alle eventuele spanning de grond inzakken. Ontspan dan je nek en je keel, je schedel en ook je voorhoofd. Ontspan die voorhoofd, wenkbrauwen, wangen en ook je kaken. Laat ze een beetje hangen. En voel je nek steeds meer ontspant en je schouders alles los kunnen laten. En als je dan naar je voorhoofd voelt,
dat er nog wat spanning zit, laat maar gaan. Ontspan ook je wenkbrauwen. En ja, zelfs je ogen. Je ogen hebben heel veel spiertjes, daarbinnen en daarbuiten. Laat ze maar los. Want als het ware je ogen in je oogkassen kunnen dobberen. Zodat je helemaal en totaal bent ontspannen. Steeds dieper en dieper. Ga dan met je aandacht naar je hart. Voel je hart kloppen in je lijf. Voel hoe die alle energie je lijf rondpompt. En hoe die open staat voor de liefdevolle energie van je hartenergie. Adem in door je hart en uit je lijf in. Laat de groene, smaragdgroene energie zo bij elke ademing, inademing, je hart instromen. En bij elke uitademing stroomt de energie, de smaragdgroene energie, zo je lijf in. De kleur van liefde. De kleur van vertrouwen, heelheid en dankbaarheid. In door je hart, zodat de smaragdgroene licht je hart helemaal vult en bij de uitademing je hele lijf door kan stromen. In door je hart en uit door je lijf. Laat je hart overstromen van deze smaragdgroene, liefdevolle energie. En laat je hart steeds een beetje meer opengaan. Wanneer je hart overstroomt, vloeit het in alle delen van je lijf. En alle delen van je ziel. En alle delen van je hart. In door je hart en uit je lijf in. Zoveel energie in overvloed. Dat je hele lijf gevuld is met dit smaragdgroene licht. Tot ook je lijf overloopt van dit smaragd groene licht. En je hart open gaat als een bloem, als een ster aan de hemel. Vind je je diepste ziel van binnen. Misschien kan je haar voelen. Misschien kan je haar horen. Jouw diepste ziel met jouw allerdiepste wens ligt verborgen in je hart. Adem in door je hart en uit door je lijf. En voel je hart spreken. Wat is het dat ik hier kom doen? Waar ben ik dan voor geboren? Wat maakt mij blij? Wat geeft mij zoveel energie dat ik ervan overloop?
Geef jezelf de ruimte om dat te voelen of misschien zelfs te weten of alleen te luisteren naar mijn stem. Weet dat het onderbewuste deze stem hoort en je hoeft helemaal niet je best ervoor te doen. Dat komt helemaal vanzelf. Laat je allerdiepste wens vormgeven in het smaragdgroene licht. Geef het steeds meer geur en kleur, vormen, beelden of symbolen. Of een hele diepe wens die heel duidelijk is, die je allang al weet. Laat hem vormen aannemen in dat licht. En voel het met je hart. Laat je hart steeds meer openstaan voor deze allerdiepste wens of verlangen. En laat de intentie die je hebt daarmee liefdevol zijn. Zo liefdevol als het smaragdgroene licht. Zo liefdevol als het wezen bij jou van binnen. Zo liefdevol als ons zijn. En laat je even mee laten gaan door de muziek. Om jouw intentie steeds meer vorm te geven. En jouw diepste wens een duidelijk beeld, geur, kleur of gevoel geeft. Een gevoel in je lijf of een gevoel in je hart. En als je dan afdwaalt, kom dan gewoon weer terug naar je ademhaling en het kloppen van je hart met dat smaragdgroene licht. En laat je hart verder spreken. In door je hart. En uit naar je lijf. In door je hart. En uit naar je lijf. Geef jezelf de ruimte. In de grote ruimte van de ruimte. Val door deze ruimte. Tot je niet meer verder kan. En geef de intentie de ruimte om losgelaten te worden. Geef de intentie de ruimte en laat het los in vertrouwen. In vertrouwen dat het universum voor jou gaat creëren, zonder dat jij het hoeft te controleren. Laat het in vertrouwen los en het komt terug op jou, maar de manier waarop hoef jij niet te bepalen. Laat hem maar gaan. Laat hem maar gaan. Laat hem maar los. Adem in door je hart en uit door je lijf. En voel weer hoe je op deze mat ligt op de grond en gedragen wordt door de aarde. Voel hoe je contact maakt met de grond. En hoe de temperatuur om je heen aanvoelt.
Hoe voelen je benen en je gezicht, je schouders? Adem in door je hart en uit door je lijf. En dan kom je langzaam terug op je eigen tempo naar het hier en nu. Wetende dat de intentie het universum in is geschoten. Kom je terug door je voeten te voelen, je benen te voelen, je rug en je romp, je keel en je nek, je armen en je schouders en ook je gezicht en je schedel. Dan kan je heel rustig je tenen en je vingers bewegen om bewustzijn terug te halen naar je lijf. En dan geef je jezelf de tijd om je hele lijf rustig wakker te maken en terug te komen naar het hier en nu. Dit was Ewin Curry op de Bewustzijnsschool voor moeiteloos leven.